I am going to fart on you now. Fuck, maybe it's into that. Never mind. Yes, ma'am. Motherfucker. I don't fucking whiff your shits in your house. Yeah, what the hell? Go fuck yourself. Yeah, definitely. Deal. Zo meteen weer. Oh, ik ben al bezig. Paul, ik wil masturberen op je stem. Paul, ik wil masturberen op je. Ja, vind je het lekker, Paul? Hij moet het, hij moet het. Paul, ben je aan het plassen? Heb je een piemel in je hand? Wat? Dit een masturberen. Wie zwijgt hem toe? Turk, ik room jouw kant op. Nee, wie is jouw? Oh, mijn, oké. Okay. Waarom zei ik ook jouw naam, zeg maar? Wat? Nee, niet, ze zijn gewoon jouw. Turk, ik room jouw kant op. Turk, ik room jouw kant op. Turk, ik room jouw kant op. Ja, man. Hé, hey, dat is ook het Mordekaiser. Nee, dat is Michael Jackson, ook... man, ik. Ja. I fart on you with my bee farts. Ja, oh, vier man of drie man dat, met. Dinges. Hele lekkere call-outs, Marco. Je bent op drie vandaag, man. Bijna boos op René dat hij niet S6'te. Wat, dat is gewoon hier. Ja, nee, dat zeg ik. Omdat ik Zen Jungle. Ik dacht het ook, hoor. Ik zou ook al gaan claimen naar René, maar... Ik hou van jullie. Wel het meest van mij, toch? Sure. Dan doen we eerst nog even een patje leak. Ja, oké. En dan gaan we dan gaan we daar spookjes. Ja, maar dan... Dit helpen we René met lol hebben, dat wil ik ook. Dicht aan je nagels, toch? Die van mij niet, van mij zo weak as fuck. Nagel rarity. De armor value. Of attack value. Ik denk niet per se dat attack value te maken heeft met armor. En al heb je ooit een splinter gekregen? Een splinter? Een splinter. Nee, nog best nooit in mijn leven. Die doet best wel wat damage, hè? Maar als je eenmaal een splinter eraf haalt, dan is hij best wel makkelijk om kapot te maken. Neem een stukje papier. Papier snijden, doet meer damage dan dat het armor heeft. Exactly. Ja, ik bedoel met nagels. Nee, je bent nu uitgeloofd, Monique. Dit is... Nu in één keer ga je specifieke klaas erbij trekken, Monique. Dat is niet hoe het werkt. Ja, we hadden het over je nagel AC. We hadden het over armor equal aan damage. Oh. Oh, nu in één keer ga je dom spelen, hè? Oh. Ik ben wel van mening dat... Als jij heel veel armor hebt, dat je ook best wel een attack zou moeten hebben. Nee. Imagine, als jij toch gewoon met een full metal suit... Als je van met een full metal suit gewoon bent van... Snorlax-stijl, ik val bovenop je. Dat moet fucking veel zeer doen. Een dude in full armor, weet je? Van, oké, die kan heel veel hits innemen. En een panzer is zo'n... Nou, 20 kilo of zo, weet ik veel. Maar, ja, oké, dan doet het wat blunt damage. Maar aan de andere kant heb je een gozer met een pistool. Dan denk ik dat de gozer met een pistool wint qua damage, Monique. Dat ligt er ook weer aan. Heb je ooit het gevoel dat als je iets metaals echt knijthard gewoon tegen je aangeslagen krijgt? Ja. Dat is very oud. Ik heb mijn hoofd heel vaak gestoten, Monique. Ik verzeker je. En nou imagine dat dat een mentale vuist is. Een mentale of metale vuist? Een mentale vuist. Dik bepanzerd, ijzer metaal. Heel veel AC. Maar en ook knijt veel attack, let's be honest. Dat helpt niet met je argument. Telt een stalen knuppel bij deze mening dan als armor? Draagt het bij aan je defense? Ik vraag het aan jou, Monique. Ik ben niet degene met de antwoord. You know what? Een knuppel is armor. Oké, duidelijk. Oké, duidelijk. Mooi. Zou het er voor mee eens? Nee, ja, Paul. Zou het er al mee eens? Don't doubt it. Just go with it. Nee. Doubt it, alsjeblieft. Depends on your condom, I guess. Wat heeft een condoom met een knuppel te maken? Oh, ik zie nu al. Nee. Dat is ook piercing damage. Het is eerder... Is het piercing of bludgeoning? Het is een blunt object, right? Het is ja, het is bedoeld om te penetreren, maar... I mean... Je kan het zien als een blunt object, ja. Is het een blunt object of een piercing object, weet je wel dan? Both. God, I missed this. Ik heb me nog nooit zo ziek in mijn leven gevoeld. Ziek, man. Oh. Liever niet. Of hij Turk, blij dat je er bent. Ik heb een vraag wat betreft knuppels. Is knuppel armor? Nee.
Oké, okay. Kijk, Paul, was je het mee eens of het was of niet? Of een knuppel armor is? Of een knuppel armor is, want het is een staal object dat impact kan opnemen. Zeg maar. Was de vraag niet, is een knuppel piercing damage? Dat was de volgende vraag. Dat was de volgende waar kwam dit vandaan? Waar komt deze vraag vandaan? Ja, nou, terug in de oude tijd. Een kogel doet pijn. Oh ja, hoe weet je dat? Ben je neergeschoten dan? You cannot know unless you feel it, man. Vertrouwen in het potje dat lang duurt? Of? Paul gaat 3-0, dus zijn mentale staat is tot nu toe een goede 5 uit 10. Oké, okay, dus dat duurt nog een half uurtje en dan heeft hij zijn phasmophobia. Ja. Welterusten. Lekker slapen. Evie, I want your cummy wummies. Go ter in de meer, slaap op je. It's your birthday. Nee. Oh. What? What? Maar nee, you can't say you didn't enjoy it. I enjoyed it because my friends were there along the way. Oké, okay, nu mag je niet meer meedoen, dat was dit easy. Dirk, als wij op een onbewoond eiland zouden bevinden en we hebben geen eten... Zouden we dat samen voortplanten? Absoluut. Wat? Is dat niet waar je voor... Nu wel, maar... Zou jij jezelf neer laten schieten zodat ik jou kan eten? Absoluut niet, ik heb honger. Oh, wat... Kijk naar mij, ik heb absoluut meer honger dan jou. Ja, maar ik kan er langer mee door. Dus dan is dat efficiënter in de long run. Ja, maar niet voor mij. Ah, klopt. En dan ben ik van je af. Oh, lekker, Paul. High five. Psh. Auw, mijn gezicht, man. What the fuck? Sorry. Ik ga niet... Ja, ik voelde wel lekker, maar... What the fuck, man? Fuck, that made me hard. Soms heb ik toch wel wat hard. Ja, dan zijn we zo in sync en dan finishen we elkaar. Ja. Dan zijn we... Ah, man. Sandwiches. Ja. Dat ging perfect. I'm gonna lie about my sexuality. What? We already know. We know you're straight, Renee. Don't worry about it. Echt? we already figured that out. Oh. 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 The, oh. Oh. Wat gebeurt er hier? Hey, Monique. Op deze, de vorige week na. Wanneer was de laatste keer dat je ziek was? Kilde ons. Oké. Fucking sick, Monique. Want stel je voor, hè, je was zo'n persoon geweest die echt nooit ziek is geweest of zo, dan... Oh, nee. Pff, jongen, als er een griep ergens is, dan krijg ik het. Oké, cool. Maar anders hadden we het kunnen gebruiken om oorlogen te voorspellen. En dat was interessant onderzoek geweest.